Voorzitter, het mag geen verrassing zijn dat die asielcrisiswet er kwam, want u kondigt hem al heel erg lang aan en hij staat ook in het hoofdakkoord. Maar dan toch even één vraag daarover, want ik hoor dan ook andere partijen terecht zeggen, ja, dit vinden we eigenlijk niet zo'n prettige manier om dit soort verregaande maatregelen, verregaande wetten te behandelen. Begrijpt de heer Wilders dat? Wat begrijp ik? Dit geen prettige manier is, dat zo'n wet er dus doorheen wordt gejast en dat je dan heel snel als volksvertegenwoordiger Kamer daarom moet gaan handelen en moet gaan oordelen. Er wordt geen wet snel door de Kamer gejast. Het is gewoon een ja, voorzitter, misschien moet ik het ergens op een groot bord opschrijven, want ja. ik herhaal iedere Kamer voor de 15e keer hetzelfde. Er is een door de wetgever in het verleden gekozen voor deze optie in de wet. Dus dat staat in de wet. Dat hebben wij niet verzonnen als coalitie, dat staat in de wet. Onderdeel daarvan is dat mocht de premier op grond van artikel 111 dat KB slaan, dat terstond ja. Het wetsvoorstel naar de Kamer moet en dat er dezelfde dag nog over kan worden gesproken. Dus is aan de Kamervoorzitter natuurlijk en aan de orde die wij willen. Maar dat kan meteen. Er wordt niks vertraagd of achter gesloten deuren. Dat is allemaal niet het geval. Ja, voorzitter, dan verschillen wij erover van mening en dat kan ook. ik had eigenlijk namelijk een andere vraag. Want u zei net iets interessants. U zei net, de migratieaantallen zijn dermate hoog de afgelopen jaren, dat druk op onze voorzieningen legt. Dat klopt. En dan is mijn vraag aan de heer Wilders. Waarom bezuinigt u dan in vredesnaam de komende jaren tot 5 miljard euro op de zorg, 1 miljard euro op het onderwijs, en 500 miljoen euro en zelfs meer op sociale zekerheid. Staat in alle cijfers, is het allemaal terug te zien. Wordt bezuinigd in de zorg tot 5 miljard euro. En ik herhaal het, 1 miljard euro op het onderwijs. En meer dan 500 miljoen euro op de sociale zekerheid. Meneer Wilders, daarmee versterkt hij die sociale voorzieningen toch niet? Nou, wat ook zou helpen, is als uw partij een keer mee zou doen met het sluiten van de grenzen. Want wat ik u al zei, die hele verzorgingsstaat die wij hebben en die ook de SP, als ik goed ben geïnformeerd, koestert, die bezwijkt onder de massa-immigratie. Dus als wij ervoor willen zorgen dat we niet alleen niet hoeven te bezuinigen, maar dat we ook zorgen dat onze uitkeringen, onze zorg, dat het allemaal op orde blijft, dan zullen wij paal en perk moeten stellen met de grote aantallen die al decennia lang Nederland binnenkomen, zonder dat we maar kijken waar ze vandaan komen, of ze iets kunnen bijdragen. We laten zo ongeveer iedereen in Nederland binnen. En als u nou als SP, want u heeft er eigenlijk in het verleden toch redelijk met hand en tand tegen verzet. Als u nou mij helpt door te zorgen dat we dat wat strenger maken, dat we die asielwetgeving echt fors strenger maken, dat niet meer zomaar iedereen binnen kan. Ja, dan heeft u eigenlijk al het antwoord op uw vraag. Want dan hoeven we dat niet meer te doen, dan houden we die verzorgingsstaat in ere. En dan kunnen de mensen die het nodig hebben daar gebruik van maken. Dus er staat grote spanning op, omdat we in een klein, dichtbevolkt land 18 miljoen mensen hebben, waar ieder jaar een stad als Leiden bijkomt aan immigranten. Wat iedere keer ook nog meer wordt, waar nog nareizigers komen, waar nog gezinshereniging plaatsvindt. Ja, dat houden we niet vol. Dus SP, kom onze kant op. Stop die immigratie en je hebt meer geld voor je sociale zekerheid. Behoud meer geld voor sociale zekerheid. Meneer Wilders, ik somde net miljarden op die u bezuinigt op die sociale zekerheden. De zorg, het onderwijs, sociale zekerheid. U bezuinigt dat kapot. Nee, en als u heel graag wil dat de totaal aantallen aan migratie naar beneden gaat. Ik heb de afgelopen dagen hier en daar interviews over gegeven. Wij streven naar een migratiesaldo in totaal van 40.000. 40.000, als je kijkt naar de Staatscommissie Demografische Ontwikkeling, dan is het een prima aantal. Dat doen wij omdat je op die manier de totale aantallen migranten die naar Nederland komen, en het overgrote deel is arbeidsmigratie, waar dit kabinet geen snars aan heeft gedaan tot nu toe. Kennismigranten worden nog een keertje hierheen gesommeerd. Ongeveer met belastingkortingen, uw belastingkortingen. Internationale studenten worden hierheen gesleept voor het verdienmodel, voor onderwijsinstellingen. Gaat u allemaal mee akkoord? Gaat u allemaal mee door? Vindt u allemaal prima? Maar meneer Wilders, als u de deur openhoudt voor die verdienmodellen die ik net noemde, dan nemen de migratieaantallen keihard toe
En dan zijn die sociale voorzieningen voor al die Nederlanders die u op één zou zetten, die worden door u keihard afgebroken met miljarden bezuinigingen op de zorg, het onderwijs en sociale zekerheid. U draait mensen al jaren en nu weer een rat voor ogen. Ja, voorzitter. De heer Dijk zegt, wij mogen van de SP mogen er 40.000 mensen per jaar binnen. Nou, als je daar de gezinsvormers en de nareizigers, als je dan bij optelt, dan kom je zo op 100.000 per jaar. In één kabinetsperiode zijn dat er zo'n 400.000. Met de SP gaat ons land failliet. Ik heb u al 3 keer gehoord, meneer Dijk. Ja. Een punt van orde, ik zag net de heer Wilders als allereerste interruptie ook een rondje van 4 maken. Ik wil er ook graag eentje doen om dit even toe te lichten. Heel kort. Want de heer Wilders, ik heb dat allemaal meegerekend. Die 40.000 is het totaal aantal aan migratie wat wij noemen. U weigert die verdienmodellen om migratie aan te pakken. U weigert arbeidsmigratie aan te pakken. U weigert internationale studenten te beperken. U weigert kennismigratie te beperken. Ja. Daar zijn de Nederlanders slachtoffer van. Nee, maar ook dat is helemaal niet waar. Wij willen de asiel aanpakken. En asielzoekers kosten meer, blijven langer dan arbeidsmigranten. Maar wij willen ook de arbeidsmigratie aanpakken. Natuurlijk willen wij ook de arbeidsmigratie aanpakken. Wij willen ook de studentenmigratie aanpakken. Er is verzin één migratie die wij niet willen aanpakken. Ik daag u uit.